De oliebollen zijn op, de kerstbomen zijn ingepakt en dit is de eerste Q&A van 2015. Met onze oude vertrouwde Mike Witteman. Mike is er weer. Ja, lange tijd en meteen even de beste wensen natuurlijk voor iedereen. Nieuw jaar, nieuwe kansen hè, eigenlijk. Jij komt altijd meteen met de deur in huis. Hè? Ja, natuurlijk. Gewoon de mooiste momenten die deel jij met de kijkers. Ja, en dat is nu zeker. Van 2014. Ja, dat vind ik. Dat jij de beste wensen doet, dat doet mij deugd. Ja, nee, dat is toch gewoon zo. Dat moet je gewoon iedereen wensen. En dat kan nu nog. Het is, hoeveel is het eigenlijk? Het is 6 januari. Dus dat mag nog wel. Hè. Het moet voor drie koningen, heb ik begrepen. Dat is de etiketten. En wanneer is er drie koningen? Dat gok ik op 15 januari, maar dat echt... Holy shit, als je 13 januari nog iemand beste wensen gaat wensen, dan moet je of een oma in Afghanistan hebben, of iemand gewoon echt heel lang niet zien. Maar waarom die oma in Afghanistan? Dan kan je toch ook gewoon even bellen, skypen. Ja, maar soms in oorlogsgebied valt Skype uit. Dan ben ik het niet. Ja. Ook in Kabul? Ja, Kabul zeker. Nou, vooral Kabul. Nou ja. Frank van Doren die stelt de eerste vraag en die vraagt... wat vinden jullie ervan dat Nintendo nog steeds geen nieuwe F-Zero in de maak heeft? Ja, ik denk heel jammer. Zeker gezien het zo'n goede serie is. Maar in zijn vraag had hij natuurlijk ook gezegd dat waarom ze dan eigenlijk geen HD-versie uitbrengen. Dus eigenlijk alle tracks en banen, dat gewoon even verversen en dan de nieuwe daarvan maken. Of ja, dat ze juist problemen hebben dat ze eigenlijk niks nieuws ermee kunnen doen. Mm-hmm. En dat ze daardoor geen nieuwe F-Zero aankomt. Ja. Dus ja, het is een beetje goede vragen, maar dat is... Ik heb wel een beetje zoiets als met Mario Party. Eigenlijk kan je daar ook alle goede games eruit halen in een nieuwe versie toch. Maar ja, dat ja, is misschien ook niet helemaal waar je naar zoekt. Nee. Echt een nieuwe, dat is natuurlijk wel waar je nou op zoek bent. Je ziet dat Nintendo dat natuurlijk doet met bepaalde franchises. Er werd heel lang gezeurd om een Kid Icarus. Die kwam op een gegeven moment op de 3DS. Nou ja, Star Fox Assault uit mijn hoofd. Dat was volgens mij de laatste Star Fox game op de GameCube. Daarna was het ook angstvallig stil. Nu hebben we eindelijk gehoord dat er een nieuwe Star Fox aankomt voor de Wii U. Ja, en F-Zero is een beetje hetzelfde geval. De laatste game was voor de GameCube, die overigens steengoed was. Dus dan zou je verwachten, steengoede game, er komt nog wat. Ja, tot dusver kwam er niks. Je moet natuurlijk ook bedenken dat Captain Falcon nu wel in Super Smash Bros. Zit. Ja. En zijn eigen amiibo heeft natuurlijk. Ze houden wel wat karakter in. Dat geeft natuurlijk wel de kansen, ja, zeg maar, op mogelijkheden in de toekomst. Ze houden alle opties open en ik zou het heel vet vinden. Al is maar een remake van die GameCube versie. Want dat hebben we natuurlijk ook gezien met de Wind Waker HD. Als het gewoon een goede game is, scoort het nog steeds. En ik heb zoiets van, er zijn een hele hoop mensen die dat destijds niet hebben gespeeld. Die nu 10 of 9 jaar oud zijn. Die dat nu nog steeds... heel tof vinden. Dus mochten ze niks nieuws willen maken, doe dat. En hij vraagt ook nog, leveren nieuwe televisies daadwerkelijk mooiere beelden dan oudere televisies? Nou, dan moet jij eens even, jij hebt even de technische kennis om dat... De technische kennis, nou, ik hoorde jou net helemaal losgaan op deze vraag. Dus ik denk dat jij een goede start daarin kan geven. Een goede start. Nou, wat ik dacht is, kijk, je hebt oudere televisies met een hogere productiewaarde, dus wat luxere televisies, die beter zijn dan televisies die vandaag de dag uitkomen uit het laag- of middenklasse segment. Ja. Dus je kan niet per definitie concluderen dat een tv die vorig jaar is uitgekomen minder goed is of beter is dan een tv vandaag de dag. Dus het ligt echt aan het televisietje aan zich. En wat je dan natuurlijk altijd kan doen is gewoon kijken van nou, ik heb hier die nieuwe tv uit de Mediamarktkrant. Of de blokkenkrant of waar je hem gaat kopen natuurlijk. En vervolgens ga je kijken van joh, wat kan dat ding? Heeft hij Full HD? Wat is de kleurenratio? Wat is de contrastwaardes? Dat soort shit. Mm-hmm. En dan ga je gewoon vergelijken. En als je er nou achter komt, wat in sommige gevallen gewoon echt zo is, dat een tv van 2 jaar geleden nagenoeg dezelfde specs heeft, maar €300 goedkoper is, dan moet je je vooral niet laten oplichten door de mensen die dat ding proberen aan te smeren. Want waarschijnlijk zit er op de nieuwe tv's gewoon meer marge en proberen ze die door je strot te duwen. Is niet altijd waar. Check vooral de specificaties en vergelijk het zelf. Want het verschilt per merk, per televisie, per klasse. Het is maar net wat jij wil. Maar het is niet zo dat nieuwe tv's automatisch beter zijn als oudere tv's. Nee, en dat is meer ook het punt nu met de technologische ontwikkelingen. En omdat we dus eigenlijk al zulke goede tv's hebben, wordt het ook steeds moeilijker om echt nieuwe tv's te hebben die daadwerkelijk zoveel maten beter is dan wat het voorheen was. Kijk, de overstap naar echt die grote beeldbuizen, naar breedbeeldschermen, dat is natuurlijk een enorme revolutie eigenlijk geweest. En nu gebeurt dat gewoon een stuk minder. Dus kijk, die curved HD-tv's, het is ook weer zo'n leuk iets. De 3D-tv's hebben we gehad, plasmaschermen, ook allemaal dat soort dingen die we nu alweer bijna vergeten zijn. Dus kijk, dat loopt wel door en op zich kan je nog steeds goed vooruit gaan met een scherm van 2,5 jaar geleden. Ja, want Full HD is natuurlijk op dit moment nog steeds eigenlijk min of meer de standaard. Dat is wat gehanteerd wordt. 4K is leuk, maar het is nog niet verkrijgbaar. Of in ieder geval niet in de winkel.
Nee, je kan er ook niet veel mee op dit moment. Nee, ja, tenzij een hele goede computer eraan hangt en in 4K gaat gamen. Dat zou dan nog kunnen. Maar voor de rest heb je er inderdaad vrij weinig aan. Behalve wat demofilmpjes die continu op een loopje draaien. Die je erbij geleverd krijgt, heb je één filmpje van 3 minuten. Maar voor de rest, ja, 3D, het is hem nooit echt geworden. Ik ken ook niet veel mensen die dat nog veel benutten. Benut jij het? Heb jij een 3D-tv? Gebruik je het veel? Laat het even weten in de verkoop comments. Verkoop het aan ons dan even. Verkoop het aan ons. Waarom is 3D vet? En laat vooral ook even weten wat jij vindt van die curved televisies. Want ja, het schijnt dat het beter voor je ogen is. Een betere natuurlijke kijkhoek. Ik heb het zelf nog niet mogen ervaren, dus ik ga er ook geen oordeel over geven. Maar mocht jij het wel hebben gezien en met ons willen delen waarom je het tof vindt, laat het vooral weten. Want wij zijn heel benieuwd. Ja. De volgende. De volgende van Stuurtie. Weten jullie al meer over Dying Light? Is de singleplayer volledig co-op of kun je enkel een paar zijmissies samenspelen? Nou ja, het is eigenlijk een beetje een ding geweest. In eerste instantie was Dying Light gewoon een singleplayer game. Mm-hmm. En even later zijn ze dus, nou dat is ongeveer 5 maanden geleden geweest, kwamen ze dus met een nieuwe trailer om de 4-player co-op te introduceren. En daar hebben ze niet alle details voor vrijgegeven, maar wij denken een beetje dat je moet vergelijken met Dead Island. Dat is dezelfde ontwikkelaar, Techland. Die heeft ook de eerste Dead Island game gemaakt. En daar was juist de 4-player co-op eigenlijk het hoofdonderdeel. Je had 4 karakters, daar koos je er 1 van. En dan kon je met z'n 4, 3, 2 spelen. En dan kon je het hele verhaal gewoon doorlopen. Dus ik denk dat het een beetje die kant op gaat. Dus je hebt gewoon de keuze of singleplayer dan wel dat je het gewoon in co-op kan spelen. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Ja, het is min of meer aangekondigd. En inderdaad wat je al zegt, de vorige game die had het ook. Dus ik denk dat we er wel van uit mogen gaan. We kunnen het niet 100% zeker garanderen. Maar als we een beetje een inschatting mogen maken, zou ik eerder mijn geld zetten op dat het er wel in zit, als dat het er niet in zit. Wat verwachten jullie van The Order 1886? Want ik hoorde niet al te veel positieve reacties. Nou, Mike heeft hem gespeeld. Ik heb hem op de E3 gespeeld, inderdaad. Dus, en ik vond het gewoon heel tof. Hij liep wel een paar keer vast, maar dat kan ook gewoon een apparatuur daar liggen. Maar nee, ik heb er gewoon echt van genoten. Ik vond het een hele... Het is echt een filmische ervaring. De game is ook zodanig zeg maar, dat de resolutie ook op formaat van het film is. Dus niet het volledige beeld. Dus niet 16:9. Okay, ja. Dus op die formaat. Dus het is echt een heel filmische ervaring. En ja, ik was daar vrij positief over. Maar ja, in de vraag werd ook gezegd over preview edities die naar een aantal bladen en online media gestuurd is. En ja, daar weet ik zelf natuurlijk niks van. Maar ik ben in ieder geval erg positief. Ja, want voor de mensen die het niet weten, het is een game die zich een beetje afspeelt in een soort Victoriaanse stijl. Ja. Doet een beetje denken aan Dishonored, is dat de goede vergelijking? Ja, maar dan Britser. Britser, oké. Okay. En nog meer, wat details van de game? Waarom moeten mensen de Order toch gaan in de gaten houden? Ja, ik denk dat de stijl en dus ook als je echt een beetje van films houdt, dan is die filmische ervaring wel heel belangrijk in die game. Het is dus eigenlijk alsof je gewoon een film aan het spelen bent. Okay. Dat is een beetje het idee erachter. Daarnaast inderdaad, de Victoriaans Londen en dus ook weerwolven en allemaal dat soort dingen en coole wapens en nou ja, hou hem toch in de gaten. Het is wel gewoon, Verder vraagt Turtie nog, verwachten jullie een Gears of War HD collectie of een Uncharted collectie? Nou, een Uncharted collectie zou ik persoonlijk niet gek vinden, want we komen het steeds meer tegen dat mensen een PlayStation 4 kopen terwijl ze nooit een PlayStation 3 hebben gehad. Uncharted 4 komt er natuurlijk straks aan, want ze nemen de franchise mee naar de nieuwe console. Dat hebben ze bijvoorbeeld met Jak & Daxter nooit gedaan, dat hebben ze nooit met Crash Bandicoot gedaan, dus wat dat betreft is dat wel een unicum. En we hebben natuurlijk nog in het recente verleden de remake gehad, of de HD remake, hoe je het wil noemen, van The Last of Us. Dus dat betekent dat ze al een game van de PS3 hebben overgepoetst en dat ging hartstikke goed. Ja. En ja, gezien goed. Ja, Uncharted komt eraan, dus waarom zouden ze niet nog even die games gewoon even flink oppakken? Ja, het is een goed verkoopmiddel denk ik voor alle Xbox-eigenaren. En het is gewoon een lekkere cash-in, want die games zijn gewoon al klaar. Ze hoeven ze alleen over te zetten en het is gewoon weer dik geld verdienen. En voor ons leuk, want we kunnen ze op een soepelere framerate spelen. Die games die worden toch weer net wat opgepoetst in je kastje gezet, waardoor ze dus voor een langere houdbaarheidsdatum zorgen. Yes. En de Gears of War HD-collectie, nou ja, idem dito. Van Gears of War is eigenlijk voor de Xbox One nog vrij weinig bekend. Dus ik denk dat tegen de tijd dat die naar zijn release toe gaat, dat de kans er wel in zit. Ja, maar het is wel belangrijk natuurlijk Gears of War van Epic Games, hè? Ja. Dus dat staat dan wel weer een beetje los van Microsoft. En Uncharted is wel zelf van Sony, dus nou ja, dat kan. Ja. Het is natuurlijk meer een driehoeksrelatie bij Gears of War, maar de kans is natuurlijk aanwezig. Ja, de kans is zeker aanwezig, we weten het niet. Verder vraagt hij nog, Mike, misschien dat jij dat weet. Denken jullie dat er nog games voor de PlayStation camera uit zullen komen? Die kans is altijd aanwezig. Maar ja, dat kunnen wij nooit bepalen. Maar je ziet het natuurlijk ook bij Kinect, dat natuurlijk achterop is geraakt. En de PlayStation camera ook. En dat is natuurlijk die concurrerende wisseling tussen de twee bedrijven. Om te gaan zoeken naar, wat levert dat op? Bijvoorbeeld bij PlayStation had je Until Dawn. Op de PlayStation 3 was dat eigenlijk een move game. Mm-hmm.
En dat is nu vervallen. Dat is nu gewoon een PlayStation 4 game geworden, gewoon met je controller. Ja. Dus je ziet wel dat er een beweging is die gewoon naar normale games gaat, zeg maar. Dus niet met een Move, Kinect of PlayStation camera. Maar ja, de kans is natuurlijk altijd aanwezig dat dat gaat komen. Ja, en we zien het ook natuurlijk als je kijkt naar de tijdsgeest. Destijds op de PlayStation 2 was iToy heel populair. Ja. Dat was eigenlijk min of meer de eerste camera die je kon koppelen aan een console. Kon je voetballetjes houden, je kon allerlei dingen doen. Dus kijk, als ik zo deed, hop, dan stoot ik een voetbal en hop, dat heeft Rick er allemaal ingeëdit. Fighters slaan zie je zo, fighters verslaan. En kijk, dan kon je de koe melken en zo, dat soort shit. Dat gebeurde dan gewoon op je scherm. Daarna kwam het min of meer met interactie met een controller, want toen kwam de Move. Nou ja, wat kon je met de Move? Dat was een soort Wii-besturing. Want ja, daarom hebben ze het waarschijnlijk geïmplementeerd. Omdat de Wii mateloos populair was. Games als Sorcery kwamen daaruit, die best wel leuk waren. En je ziet nu dat hele Move-based gamen, dat verdwijnt eigenlijk een beetje. De Kinect, het leeft niet echt meer. Het zit ook niet meer in het standaard pakket natuurlijk. En zelfs Nintendo die doet het niet meer, hè? Want Nintendo die heeft natuurlijk ook nu in principe met de gamepad weer een traditionele controller. Dus het is er nog wel en je kunt het nog benutten. Alleen zo populair als het destijds geweest is, is het niet meer. En ik denk dat dat ook de reden is, want als iets niet verkoopt, dan wordt het niet gemaakt. Yes. Nou, de laatste vraag van Stuarty. Welke games kijken jullie nu het meest naar uit? Zeg het maar. Rise of the Tomb Raider en Uncharted 4. Ik ben een hele grote adventure liefhebber. Nou, kijk. En jij? Ik, we hebben hem al behandeld. Die Order 1886, daar kijk ik wel enorm naar uit. En eigenlijk ook de nieuwe Mass Effect, Mass Effect 4. Hij is niet... Ja, hij is een beetje half officieel aangekondigd. Mm-hmm. Dus ik ben echt benieuwd wat ze ervan gaan maken. Want het is wel een beetje een fan-based game. En op die manier wordt het eigenlijk ook ontwikkeld. Dus ik ben echt enorm benieuwd wat het gaat worden. Oké, één vraag. Wordt het dan een nieuwe trilogie of gaat het toch ergens verder in een alternate dimensie met Shepard? Nee, het is echt los ervan. Dat is al bekend. Dat is al bekend. Ja, en ze gaan ook niks doen met de bestaande karakters. Is dat ook wat je wilt van de Mass Effect serie? Nou, kijk, de Mass Effect serie, dat is zo'n groot universum. En ook qua boeken en... Ja, mythologie die daarin zit, je kan er eigenlijk zoveel kanten mee opgaan dat het gewoon niet nodig is om opnieuw weer terug te gaan naar Shepard. Je kan zoveel nieuwe verhalen doen en ik denk dat mensen dat ook gewoon willen. Net als Star Wars 7, waar we ook ontzettend naar uitkijken, maar dat is een film en dat werd niet gevraagd. Jatje Jan die vraagt wel, komt er nog een goede game over de Eerste Wereldoorlog? Ja, daar zaten wij ook even over na te denken. Ja. Dat weten we niet of die gaat komen, maar vorig jaar, dat is dus 7 dagen geleden, hadden we wel Valiant Heart The Great War. Valiant Heart The Great War van Ubisoft. Mm-hmm. Ja. Die nog in Rockstar op nummer 1 stond in haar top 10 van 2014. Moet je nagaan. Kan nagaan. Maar dat is wel een... top 10, hè? Rockstar top 10. En dat is wel echt een Eerste Wereldoorlog game en dus ook gewoon supergoed. Maar wat er gaat komen, dat durf ik niet zeggen. Maar jij had nog wel een beetje ideeën voor wat je graag zou willen zien? Ja, ik zou een Medal of Honor of een Call of Duty in die setting tof vinden. Want dat is ook meteen zijn volgende vraag. Waar gaat de volgende Call of Duty over, denken jullie? Nou ja, ik zou het heel vet vinden met de nieuwe technische mogelijkheden. Als je ziet wat Advanced Warfare natuurlijk al gedaan heeft, dat was echt super vet. Grafisch gezien en sommige mensen vonden het zelfs nog tegenvallen. Ik werd er toch door weggeblazen, zeg ik gewoon eerlijk. Hoe vet zou het zijn als je gewoon een Eerste Wereldoorlog shooter hebt met die graphics? Dus dat het echt lijkt of jij daar loopt. Ik zou het leuk vinden. Tweede Wereldoorlog is natuurlijk toch waar de Call of Duty roots vandaan komt. Ja. Daarna zijn ze op Advanced Warfare, of in ieder geval de moderne oorlogvoering, overgegaan. Deze oorlog is Advanced Warfare is natuurlijk een beetje de toekomst. Dus ik zou het vet vinden als ze dan nog verder teruggaan in de geschiedenis en dat ze gewoon de Eerste Wereldoorlog pakken. Want laten we eerlijk zijn, hoe lang is het wel niet geleden dat er een game is uitgekomen die in die tijdspanne speelt met een productiewaarde van de nieuwe Call of Duty Battlefield, iets in die richting. Ja, heel lang. Ja, dus ik zou het vet vinden. Wordt tijd. Ja. En de laatste vraag die is van Wouter Plat. En die vraagt, komt er in FIFA 16 een Jupiler League, Europa League en Champions League? Ja, nou dat is een geruchtenmolen geweest die ook al is begonnen bij FIFA 15. Oh. Daar was ze ook al mee bezig van, goh, komt het in FIFA 15? Maar het probleem is met name voor Europa League en Champions League is dat UEFA daar een licentie voor had met Pro Evolution Soccer. Ja. Dus met Konami. Uh-huh. Die stopte in 2015, ja. Maar die is dus weer verlengd. Oh, dus de kans zit er dik in. Is dat het dus bij Pro Evolution Soccer blijft. Oh. Maar Jupiler League, dat is natuurlijk weer een licentie op KNVB. Hm? Dus daar ligt het dan weer aan of EA het voor elkaar krijgt om dat toch te verkrijgen voor FIFA 16. Maar ja, dat is er gewoon even afwachten. Oké, ik heb echt totaal geen verstand van voetbal. Dus wat dat betreft, al die leagues die klinken voor mij hetzelfde. Ja. Ik weet alleen dat ze met een oranje shirtje en veel te kleine broekjes spelen. En dat Van Persie een hele mooie kopbal heeft gemaakt. Ja.
En nu krijg ik het hele internet over me heen. Maar dat maakt niet uit, want ik vind voetbal gewoon niet tof. Maar, toch leuk dat je vraag beantwoord is, Wouter. Mocht jij ook een vraag hebben, stuur hem dan vooral in. Want we hebben natuurlijk volgende week een tweede aflevering van 2015. Oftewel Q&A 141. Mike is er misschien niet. Ben je er volgende week weer? Misschien niet. Misschien niet, misschien wel. Het zou kunnen. Dus stel je vraag vooral aan Mike. Want als die er is, dan kan die hem voor je beantwoorden. Ja. Zorg ook vooral even dat je een duimpje omhoog gooit hier op YouTube. Mocht je het leuk vinden, duimpje omlaag als je het verschrikkelijk vond. En zorg dat je ook abonneert. Want dan heb je volgende week automatisch deze leuke brievenbus rubriek keurig in jouw YouTube-venstertje staan. Dat is toch kick of niet? Ja, dat wil je. Gewoon doen. Ja, of op de site reageren. Mag ook. Of op het nieuwsbericht. Hoe je de vragen instuurt. Je mag ze ook persoonlijk mailen. Het maakt me allemaal niet uit. Wij beantwoorden alles. Of in ieder geval het grootste deel. Tot volgende week. Tot volgende week.